Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe aflevering van Crypto deze week in samenwerking met Coimers. Een koers van 100.000 dollar per bitcoin klinkt op dit moment een beetje onrealistisch. Want ook al hebben we natuurlijk nu een stijging meegemaakt die natuurlijk gigantisch is, we hebben natuurlijk nog steeds een hele lange weg te gaan nadat in 2022 er heel veel verkoopdruk heeft plaatsgevonden op de cryptomarkt. Maar nog steeds denk ik dat bitcoin de 100.000 dollar zal passeren. In deze video duik ik daar wat verder op in, dus laten we snel beginnen met de video. We hebben natuurlijk nu een behoorlijke stijging meegemaakt. Want als we kijken naar de daily chart en we pakken even de year-to-date performance erbij, zaten we op dit moment op bijna 66%. Je ziet ook afgelopen week dat we eigenlijk een beetje zijwaarts zijn gegaan. Dus je ziet inderdaad dat er wat stabiliteit is ontstaan. Dat we natuurlijk in no time heel snel omhoog waren geschoten. En op dit moment is de koers dus zo'n 27.500 dollar. En 100.000 dollar is natuurlijk nog hartstikke ver. Want als we ook eventjes uitzoomen en we zien dan inderdaad hier de toppen bij van halverwege november. Dat was 69.000 dollar. Dan hebben we natuurlijk nog een hele lange weg te gaan. Want je kan misschien denken: van ja, op dit moment hebben we al een stijging meegemaakt van 66%. Zal het dan heel erg veel moeite kosten om nog eens 151% te stijgen. Om bijvoorbeeld een nieuwe all-time high neer te zetten en dan door te stoten naar de 100.000 dollar. Nou, je moet natuurlijk wel weten: er zijn heel veel verschillende prijslevels waar heel veel resistance zal plaatsvinden. Dus de weg zal nog een tijdje duren. Maar in deze video wil ik het niet zozeer hebben over de duur van de reis, maar wat de eindstemming kan zijn. Want daar heeft natuurlijk iedereen een andere mening over en in deze video duik ik daar dus wat dieper op in. Want ik denk uiteindelijk dat bitcoin de rol kan overnemen van goud. Goud speelt natuurlijk al tientallen jaren een heel groot onderdeel in het opbouwen van vermogen. Dat is vaak een gedeelte van het portfolio, dus zodat je gespreid aan het investeren bent. Maar langzaam en zeker verwacht ik dus dat bitcoin die rol zal overnemen. Ik heb niet de overtuiging dat bitcoin bijvoorbeeld de dollar zal overnemen, dat op een gegeven moment iedereen in de hele wereld met bitcoin zal betalen. Dat zie ik niet gebeuren. Natuurlijk zijn er ook heel veel Bitcoin-bezitters die dat misschien wel zien gebeuren in de komende tientallen jaren. Maar ik zie dat niet snel gebeuren. Natuurlijk, je moet altijd rekening houden met het scenario dat het mogelijk is. Maar in mijn optiek is dat een onrealistisch scenario. Maar ja, daar verschilt natuurlijk iedereen over. Maar ik denk vooral dat het een belangrijk onderdeel gaat zijn in de komende 10, 20, 30 jaar. Als je kijkt naar het opbouwen van een gespreid portfolio. Tegenwoordig zie je dus bijvoorbeeld dat mensen kijken naar ETF's, losse aandelen, obligaties, wat goud en wat crypto. En ik verwacht dus dat crypto steeds een groter onderdeel gaat worden van het opbouwen van een portfolio. En dat in de komende jaren ook een steeds grotere groep naar Bitcoin kijkt. Want het is natuurlijk zo dat Bitcoin nieuw is. Natuurlijk, het is er al een tijdje. Maar als je echt kijkt naar de investeringswereld, dan komt Bitcoin natuurlijk pas net kijken. Ondanks dat er natuurlijk al gigantische rendementen zijn behaald. Maar de jeugd die nu opgroeit, die bijvoorbeeld nu tussen de 15 en de 30 zijn. Ja, die hebben natuurlijk allemaal te maken met crypto. Dus de groep die eigenlijk wel weet hoe je moet. Omgaan met crypto groeit op met crypto, die wordt steeds vele malen groter. Vandaar dus dat ik ook verwacht dat de komende 10 jaar steeds meer mensen gebruik zullen maken van Bitcoin. Of dat nou is om bijvoorbeeld wereldwijd snelle transacties te doen, of inderdaad gewoon puur als investering. Want als we bijvoorbeeld even een blik werpen van wat is nou daadwerkelijk het supply van goud, en het is natuurlijk zo dat goud schaars is, daar kan je niet omheen. Het is niet zo dat je denkt, weet je wat in de tuin, pak ik even een schep, ik ga een paar keer graven en kijk eens aan, er ligt inderdaad een stuk geld. Zo werkt het Natuurlijk niet, maar het mag wel duidelijk zijn dat sinds 1835 de supply natuurlijk steeds is toegenomen. Dus er zijn steeds meer manieren om goud te vinden. Dus je ziet ook heel erg duidelijk dat het natuurlijk een diagonale lijn omhoog is. Er is steeds meer goud in omloop. Dus het is ook heel erg lastig vast te stellen van wat de toekomst ons gaat brengen op het gebied van goud. Wordt er op een gegeven moment steeds meer gevonden, doordat de technologie steeds slimmer is en dat het makkelijker is om op lastige plekken goud inderdaad te kunnen vinden. Want er zijn natuurlijk nu wel technologieën die ervoor kunnen zorgen dat je ook in de oceaan goud kan vinden. Maar het is wel zo dat het hartstikke duur is. Dus ook al vind je goud, je ziet gewoon dat de kosten naar vele malen hoger zijn. Maar zoals we weten, met technologie zal het natuurlijk steeds verder ontwikkelen. Dus het is heel erg lastig te zeggen wat de komende jaren ons gaat brengen. Als we kijken naar de supply van goud. En dat is dus een vraagteken. Maar dat is dus het mooie met Bitcoin. Het staat allemaal vast. Je weet precies wat er gaat gebeuren. Kijk, sinds de oprichting eigenlijk van Bitcoin is het natuurlijk wel hartstikke snel gegaan. Want we zijn eigenlijk in no time. Is natuurlijk heel veel Bitcoin in omloop geraakt. Maar je ziet nu dat we rond zo'n beetje 2023. Dat we natuurlijk nog steeds wel een weg te gaan hebben. Maar vanaf 2032, 2036 zo'n beetje. Kan je eigenlijk vanuit gaan dat de supply amper nog verandert. De verwachting is nu ook nog zo'n beetje dat het. 100 jaar duurt voordat de laatste Bitcoin daadwerkelijk gecreëerd is. Dus als inhouden dat de supply natuurlijk sterk afneemt en ik verwacht dus dat de vraag de komende jaren steeds meer zal toenemen en dat is natuurlijk een ideale combinatie. En het is natuurlijk ook zo dat we over een jaartje weer een bitcoin halving zullen meemaken. En dat zullen we dus elke vier jaar meemaken. En dan zal je natuurlijk zien dat er steeds minder bitcoin daadwerkelijk in omloop is. En dat is natuurlijk een gigantisch voordeel als je kijkt naar bitcoin als een investeringsmogelijkheid. Want je weet precies hoeveel er in omloop is, hoeveel er elke dag bij komt. En bij goud is dat natuurlijk een groot vraagteken. Want op dit moment is het ook al een vraagteken van hoeveel geld is er op dit moment. Er zijn allemaal schattingen die worden gemaakt, maar niks staat vast. Terwijl je met bitcoin precies weet hoeveel er daadwerkelijk zijn gemind. En er zijn natuurlijk ook nog heel veel andere voordelen als we kijken naar Bitcoin ten opzichte van goud. Het is ten eerste natuurlijk al veel makkelijker om een transactie te voltooien met Bitcoin. Als we ook kijken naar het laatste jaar, ligt ongeveer de gemiddelde transactie onder de 10 minuten. Nou, dat is natuurlijk hartstikke snel, want jij kan besluiten dat je het nu wil overmaken naar Singapore, vervolgens direct weer door naar Canada en dan weer terug. En dat kan allemaal binnen een half uurtje. Nou, als je dat probeert gewoon met een normale bankrekening of dat je dat gaat proberen met goud, dat is gewoon... Wel niet mogelijk. Goud verzenden is gewoon lastig. Het is waarschijnlijk ook hartstikke duur, want je moet het verzekeren. En het kost ook heel veel tijd. Dus dat is natuurlijk ook iets wat gewoon heel erg belangrijk is. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog zoiets als je goud veilig opslaan. Je wilt natuurlijk niet dat je in je huiskamer bijvoorbeeld wat goud hebt staan dat bijvoorbeeld 1000, 10.000, 100.000 euro waard is. Dus dat moet je veilig wegzetten. En daar komen natuurlijk behoorlijke kosten bij. Ten eerste betaal je voor het openen van een rekening. Dan betaal je natuurlijk beheerkosten. Je zal namelijk elk jaar weer kosten moeten betalen. Vervolgens zal je kosten betalen om toegang te krijgen om zodoende goud erbij te zetten of daadwerkelijk goud. Uit je opslag te verwijderen. Dus het is inderdaad ook zo dat goud gewoon een stukje duurder is om daadwerkelijk te bezitten. Dat is natuurlijk ook nog iets wat erg negatief is. En ik ga bijvoorbeeld Bitcoin vergelijken met goud. Dan denk ik bij mezelf: ja, het zal me erg verbazen als goud de huidige rol in het investeringswereld weet te vasthouden. Ik verwacht dus dat Bitcoin het digitale goud gaat worden, omdat er gewoon heel veel voordelen aan zitten. Voordat ik daar verder op inga, mocht je op zoek zijn naar een platform om een crypto te kopen, ik maak gebruik van coinburses voor mijn bitcoin en altcoins en op dit moment loopt er een speciale actie via de link in de beschrijving. Want als je registreert via de link en je plaatst een orde van minimaal 100 euro, krijg je 10 euro gratis bitcoin en dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Dus in de beschrijving staat het linkje, registreer je via het linkje, maak je gebruik van de actie. Daarbovenop stel je ook nog eens het kanaal wat ik krijg vergoeding voor deze samenwerking. Kost daar niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken en zal ik natuurlijk altijd waarderen. Goed, ik verwacht dus dat Bitcoin langzaam en zeker in de komende jaren steeds meer market cap van goud afneemt omdat Bitcoin in steeds meer portfolio's een grote rol zal spelen. Maar als we vervolgens kijken naar de totale crypto market cap dan is dat op dit moment natuurlijk nog steeds aan de kleine kant. Natuurlijk is 1100 miljard dollar natuurlijk nog steeds een gigantische market cap, maar als je kijkt naar de investeringswereld valt het allemaal wel mee. En Bitcoin is natuurlijk wel het allergrootste in de cryptowereld. En op dit moment zie je ook bij de Bitcoin-dominance-chart dat het staat op 47%. Dus als we kijken naar de market cap voor Bitcoin is dat natuurlijk nog een stuk lager. Op dit moment zal het zo'n beetje uitkomen op 540 miljard dollar. Je kan eigenlijk niet beseffen hoeveel dat daadwerkelijk is. Maar als je vervolgens kijkt van oké okay, wat is daadwerkelijk de market cap van goud, dan zit het op dit moment zo'n beetje rond de 13.000 miljard dollar. Dat is dus 25 keer zoveel als de market cap van Bitcoin. En dat geeft mij dus de overtuiging dat Bitcoin nog een hele lange weg te gaan heeft. Wil dat zeggen dat Bitcoin bijvoorbeeld binnen drie jaar gewoon de rol van goud in zijn volledigheid heeft overgenomen? Het zal me extreem verbazen. Want ik verwacht dat dit langzaam maar zeker gaat. Hier gaan meerdere jaren overheen. Maar ik ben dus wel van overtuigd dat Bitcoin uiteindelijk de rol van goud kan overnemen. Vandaar dus dat je ook wel eens hoort dat Bitcoin digitaal goud wordt genoemd. Steeds mensen hopen dus in de toekomst dat Bitcoin de rol kan overnemen. Natuurlijk, het zal niet verdwijnen, het is echt niet zo dat binnen 10 jaar deze rollen zijn omgedraaid, maar ik verwacht dus wel in de komende jaren dat de, de gat steeds kleiner zal worden en dat zal dus positief kunnen uitpakken voor Bitcoin. En natuurlijk is dat ook helemaal geen zekerheid, het is gewoon puur mijn verwachting vandaar dus dat dit soort video's ook nooit financieel advies zijn. Het is altijd verstandig om zelf onderzoek te doen en tot eigen conclusies te komen. Misschien denk je bij jezelf dat Bitcoin misschien wel zijn top heeft bereikt of dat je denkt, nou ik denk dat er nog vele malen groter wordt door verschillende redenen, dan moet je natuurlijk helemaal zelf uitvogelen. Maar de reden dat ik verwacht dat bitcoin minimaal 100.000 dollar gaat worden, dat heeft eigenlijk te maken dat ik verwacht dat bitcoin de rol van goud op de lange termijn zal overnemen. Het is natuurlijk heel erg lastig om te zeggen van wanneer is bitcoin dan 100.000 dollar? Want ja, dat is echt gewoon gokken. Ik kan wel zeggen, aan het einde van dit jaar of eind van 2024 of halverwege 2025. Er is eigenlijk geen zinnig woord over te zeggen. Daar maak ik me op dit moment ook niet heel veel zorgen over, want zoals ik al aangaf in de intro van deze video ben ik niet bezig met wanneer bitcoin daadwerkelijk 100.000 dollar is ik ga er vooral vanuit dat het gaat lukken en of dat nou binnen een jaar twee jaar, vijf jaar gebeurt, maakt niet heel erg veel uit, ik heb die overtuiging en daardoor besluit ik dus ook te investeren in bitcoin en inderdaad, het maakt dan niet heel erg veel uit of dat over een jaartje gebeurt, over drie jaar, hoe langer het duurt, hoe groter mijn bitcoin positie kan worden en dan kan ik er steeds meer van profiteren, natuurlijk zal dat ook kunnen inhouden dat er een scenario zich uitspeelt dat Bitcoin eigenlijk steeds minder populair begint te worden en dat het op een gegeven moment afneemt in populariteit en logischerwijs dat je natuurlijk ook ziet dat de koers zal dalen, want als de koers bijvoorbeeld gigantisch daalt dan zal je ook zien dat heel veel investeerders plots veranderen van mening en dat ze denken ja wacht ik had deze verwachting maar als ik kijk naar de koers dan zie ik wat anders nou ik heb geen vertrouwen meer dat hebben we natuurlijk ook gezien in 2022 natuurlijk toen heel veel mensen besloten om te verkopen je zag het ook aan het einde van het jaar dat er was echt Gigantisch veel paniek. En sindsdien was er natuurlijk een gigantische stijging. Natuurlijk hoeft dat niet te zeggen dat elke daling sowieso weer goed wordt gemaakt. Maar je ziet wel vaak in momenten van paniek dat heel veel mensen besluiten: nu is het helemaal klaar. En vervolgens zie je een gigantische stijging. Zo bijvoorbeeld 65% in drie maanden tijd is natuurlijk niet niks. Vandaar dus dat ik ook verwacht in de komende jaren dat als Bitcoin richting de 100.000 dollar gaat, dat er heel erg pittig gaat worden. Er zullen heel veel mensen gewoon verliezen zijn, zoals we ook in 2022 hebben meegemaakt. Er zijn heel veel mensen die zijn begonnen met crypto en misschien bijvoorbeeld wat Bitcoin hebben gekocht, wat Ethereum, misschien wat altcoins. En denken, nou weet je wat, ik heb wel de overtuiging dat dit zich uitspeelt in de komende vijf jaar of ik verwacht dat Ethereum binnen tien jaar dit en dit doet. Maar op het moment dat er wat verkoopdruk plaatsvindt, denken heel veel mensen, ja wacht eens even, ik verwacht wel dat het ook over vijf jaar vele malen groter is dan waar we nu staan... maar ik wil nu al rendement. Dus je zal inderdaad zien op de lange termijn... dat er heel veel mensen zijn die profiteren van dit soort dalingen. Maar het zal er ook voor zorgen dat er heel veel mensen... inderdaad op dit soort lage punten... inderdaad alles verkopen en niet kunnen profiteren. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat als op een gegeven moment... iedereen besluit te verkopen bijvoorbeeld de huidige koers... en dat we vervolgens verder dalen... en dat we nooit meer boven de 27.000 dollar komen... dat scenario is natuurlijk ook altijd realistisch. Vandaar dus dat je altijd moet investeren... Met geld wat je kan missen. Want je kan wel bepaalde verwachtingen hebben. Ik heb natuurlijk ook bepaalde verwachtingen. Maar dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat alles sowieso gaat uitkomen. Want als dat het geval was, dan was natuurlijk iedereen miljardair geworden. Want als je precies weet wat er gaat gebeuren, dan is het hele investeringsspel natuurlijk hartstikke makkelijk geworden. Maar ik verwacht dus vooral de komende jaren dat de adoptie zal toenemen. En ik zag ook wel een goed voorbeeld voorbij komen met bijvoorbeeld de telefoon in Amerika. Je ziet namelijk vanaf 1900 de introductie van de telefoon. Telefoon. Vervolgens zie je natuurlijk dat het steeds meer toeneemt in populariteit. Maar je ziet eigenlijk dat het een hele lange tijd nodig heeft voordat daadwerkelijk iedereen gebruik maakte van inderdaad de telefoon. Want als je kijkt bijvoorbeeld in 1980, dan hebben we het over zo'n. Ja, zo'n 90 à 95% van de huishoudens in Amerika had op dat moment een telefoon. Dus op dat moment was er sprake van totale adoptie. Maar je ziet wel dat er een hele lange tijd aan vooraf gaat. Vervolgens zie je dat natuurlijk ook met een mobiele telefoon, wat zo'n beetje in 1985 werd geïntroduceerd, tot eigenlijk... 2000 zo'n beetje... zag je dat heel weinig mensen op dat moment... interesse hadden in een mobiele telefoon. Van, maar ja, wat moet je er nou daadwerkelijk mee? Vervolgens zag je natuurlijk dat het gigantisch hard omhoog sprong. Want je vervolgens zie je in 2011... dat er op dat moment meer dan 80% van Amerikaanse huishoudens... op dat moment een mobiele telefoon had. En je zag natuurlijk ook begin 2005 zo'n beetje... dat de smartphone geïntroduceerd werd... en dat we eigenlijk diezelfde stijging meemaken. Want dit is een chart tot 2011. Nou, als je nu om je heen kijkt... Iedereen heeft tegenwoordig een smartphone. En dat verwacht ik dus ook een beetje in de komende jaren, als we kijken naar Bitcoin qua adoptie. We zijn natuurlijk pas net begonnen. Bitcoin is natuurlijk al een tijdje. Heel veel investeerders die zijn misschien begonnen. En sinds het moment dat ze zijn begonnen. is Bitcoin natuurlijk al aanwezig. Maar dat betekent natuurlijk niet dat heel de wereld denkt. Oh, Bitcoin, dat kan als interessant zijn. En ik verwacht dus dat het adoptie langzaam gaat. Maar dat het uiteindelijk wel een hele grote rol gaat spelen in de investeringswereld. Bitcoin is natuurlijk nu al serieus genomen. Want de stijging die je de laatste jaren hebt meegemaakt. is natuurlijk absurd. Dus het is natuurlijk niet zo gek dat Bitcoin op dit moment al heel veel aandacht heeft. Maar adoptie is gewoon pittig. En dan moet je dus vaak door de zure appel heen bijten, maar ik heb dus de overtuiging dat bitcoin uiteindelijk de rol van goud zal overnemen en dat een prijs van 100.000 dollar per bitcoin, dat moet zeker gehaald worden. Nogmaals, dit soort video's zijn geen financieel advies, dus doe daarom altijd zelf onderzoek. Neem nooit beslissingen omdat je toevallig wat hoort op het internet. Doe altijd zelf onderzoek. Dit zijn puur video's hoe ik er zelf tegen kijk. Zorg er dus voor dat je zelf gaat onderzoeken om te uit te vogelen van hoe jij er tegenover staat. Voor nu kwam wel het einde van deze aflevering van Crypto Deze Week in samenwerken met Coinverse. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet het zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij de volgende video. Later!